Het was mij een waar genoegen om naar de krasse Eduard Bomhoff te luisteren. Zo wil ik ook wel oud worden. Van de economie heb ik geen balverstand en zelfs de kern van de economie van professor Arnold Heertje in mijn verplichte kosten op de middelbare school, snapte ik al helemaal niets. Maar het voorbeeld dat Bomhoff geeft van de Financial Times en de Wall Street Journal in verhouding tot de Nederlandse kwaliteitskranten, spreekt mij ten zeerste aan. Bomhoff's column in het NRC Handelsblad las ik altijd graag. Het NRC was toen ter tijd een oude dame, deftig, een beetje stoffig. En op zijn tijd een gekke geitje. Wat een geweldige columnisten had die krant toen de tijd. Jerome Heldring, Henk Hofland, Gerrit Kommerij, Gijs van Lennep, André Spoor, Joep Bik. En dan ben ik er nog een aantal vergeten. Ja, het NEC raakte sinds hippe brilbelg Peter van der Meers hoofdrediteur werd. Het zicht op de Nederlandse werkelijkheid volledig kwijt. Zo politiek correct, zo verschrikkelijk D66. En zo vol van verachting en minachting aangaande het klootjesvolk. Het NSC is nu de papiergeworden Sigrid Kaag en bovendien gedegradeerd tot een weekkampfolder vol meubeltjes, muurkunst en flesjes wijn, aangevuld met obligate prietpraat van orakel Basje Heijnen.